Marente. Ik had die middag niets omhanden, dus ik bezocht JP in het verpleeghuis. Ik was al lang niet geweest, omdat ik een tijdje een vriendin had. Ik had een zak Japanse mix voor hem meegenomen. Toen ik zijn kamer binnenliep, schrok ik me kapot, want er zat een grote, dikke vrouw in zijn stoel. Ze heeft hem opgegeten, dacht ik, met huid en haar opgeslokt. Die muziek moet zachter, gilde de vrouw, die verdomde orgelmuziek. Ze had een afschuwelijke stem. Ik sloeg de deur dicht en haastte mij naar de receptie. Waar is JP? Vroeg ik het meisje. JP Arendse. Die zoeken we even op, zei ze, alsof we in een spelprogramma zaten. Ze tuurde naar het computerscherm. Er is hier geen Arendse, zei het meisje. Hoe, wat? Hoe kan dat? Dat weet ik niet, meneer. Ik werk hier nog maar net. Er is een reorganisatie geweest. Ze wees op een stapel foldertjes. Ik griste een foldertje van de balie en liep weg zonder gedacht te zeggen. Uw zorgaanbieder heet nu Marente, stond er op het foldertje. Marente is zorg 2.0. Buiten smeet ik het foldertje in een afvalbak, samen met de zak Japanse zoutjes. Ik haat Japanse zoutjes, gadverdamme.